出来耶，这是哪些人？是帮你擦的，是帮你搞的，是帮你摆的。Je heupen, je benen, je gewicht stroomt de grond in, en los. Laat je voorhoofd hangen, leg je rug, laat je hoofd bungelen, ontspan je schouders. Ga met je gewicht naar je hielen, gewicht naar je voorvoeten. En dan los je dus tegen een golfje door je lichaam. Kunnen we het gewicht verplaatsen, voorwaarts en achter. Laat je bek een beetje rollen, je rug golf tot in je nek en je hoofd. Langzaam omhoog. Apenarmen helemaal los en zwaar. Kom weer overeind. Schouders los. Hoofd ontspannen. En dan ga je draaien. Net een beetje zwaarder en losser dan daarnet. Naar dezelfde plek in de lucht. Je schroeft eromheen. Hoe stiller je as blijft, hoe meer wringing je krijgt in je romp, in je heupen, in je benen. Je armen zwaaien om je schouders en je borst open te laten trekken. Als je armen trekt, moet je even doorglijden naar achter. Trek aan je schouderblad. Je schouder trekt aan je borstspier, maar tot aan je midden. Dus het borstbeen is niet duwen, maar door laten drijven. Door laten zwaaien.
kompas. En zo dwars door je lichaam valt. En je kruist de grond in. Schouders los. Heup los. En dan ga je voorover aan. Til je één schouder op, laat je bevallen en dan de ander. En afwisselen, links, rechts. Dus je arm is passief. En je schouder gaat omhoog. Dan laat je weer terugvallen. Alsof je ploft met je hand in de grond. Je hoeft niet je grond te raken natuurlijk, maar helemaal zwaar en los. En je rug blijft vrij stil. Dus je gaat niet je rug draaien. Je blijft gewoon naar beneden hangen. En als je je handen net niet, of je vuist net niet de grond raakt, dan heb je een goede bocht in je rug. Dus dan ben je niet doorgeknakt in je heupen. En dan staat echt een lange curve. Dus je benen, bilspieren, onderrug, middenrug, bovenrug, helemaal in lange rechtlijn. Je nek dicht, dat is niet zo lekker voor je wervels. Een soort lang liggen. Als je achterhangt, voel je rek, je gezicht, je keel, borst, buik, je lies en je benen. En als je naar voren gaat, dan kan je veel verder, maar dan is de rek niet meer zo zuiver. Dus je gooit jezelf als het ware naar boven, naar voren. Dan krijg je een lange rek achter. En dan kan je ze op de bal van je voet staan. Hier komen vrij of zijn licht. Lange rek, onderkant voeten, achterkant van je benen, je rug, nek, achterhoofd. Alsof je een bamboe bent die zo in de weer ligt. Ziet het er anders uit afhankelijk van hoe je gebouwd bent. Je bent natuurlijk kort en dik, dus dan ziet het er anders uit dan wanneer je atletisch bent gebouwd of lang of zo. Dus het belangrijkste is dat je die lange rechtlijn voelt. Dat je die bocht laat komen, dat je niet afknijpt of forceert. Gewoon voelen hoe je lichaam reageert.
dan buig je mee naar beneden en buig je de knieën. Dan hang je een beetje alsof je gaat duiken van de kant van het zwembad. Dus je wiegt naar voren en weer naar achter. En dan krijg je zelf de golfje, benen, rug, nek, hoofd. Maar ook in je armen, handen en vingers. En dan ga je wiegen. Als je te ver gaat en je valt, dan duw je natuurlijk gewoon weer terug met je handen. Duw je weer in je voeten. Dan weet je wel. Dan is weer de kunst om niet het te forceren. Een bepaalde houding aan te nemen waar je je wiegt. En dan volg je gewoon de reactie van je skelet. Dat golfje door je botten overgegeven wordt van de ene naar de andere. Naar boven je rug, naar je nek, naar je achterhoofd, je kruin. En tegelijkertijd naar je handen. En handen, vingers, vingers. Dus het is niet hoe, hoe dieper je gaat, hoe beter, maar hoe langer en rustiger die reklijnen zijn. Dus dat golfje overal langs moet gaan. Dan voel je vanzelf wel de harde plekjes waar het niet doorstroomt. Als het zwaar is voor je rug of je benen, dan kan je gewoon overeind komen. Even een paar seconden niks en dan ga je weer terug omlaag als het lekker voelt. Golfje heeft tijd nodig om boven te komen. Elke keer weer langs je benen, je romp, je nek, je hoofd. Dus neem de tijd, laat het gebeuren. Ga het niet versnellen of tegenhouden. Maar observeren, voelen. Dan ga je nog een keer omlaag. Hang je weer voorover, benen gebogen, wieg je weer voor en achter, alsof je gaat duiken. Ontspan je nek, ontspan je achterhoofd. Als je
hoofd is gewoon de laatste schakel van je ketting. Net als je handen en je vingers. Dus als je golf in de kraan is, dan is hij ook in je vingertopjes. Bent, dan rol je schouders een beetje. Je schouder is in kogelgewricht. Dus dan rolt je arm in die kom. Dit is een bal in de kom, die rolt zo. En dat schroeft. Dat trekt aan je borstkas en aan je keel. En dan richt je weer naar voren, rolt je weer vrij. En steeds als je voelt dat je omhoog gaat met je armen, dus dat je het optilt weer eventjes laat hangen. Zacht maken die schouders. De wieg die gaat omhoog naar voren, ver van je af. Dan kom je in je voorvoeten. Dus je gooit naar je voorvoeten, vingertopjes kruinen. En dan aan je hielen, vingertopjes kruinen. Voor gaat ga je helemaal door, maak je een lange cirkel. Helemaal naar beneden, laat je weer hangen. Dan verzamel je je hielen en gooi jezelf weer naar voren, omhoog. En dan naar boven je hoofd, dan begin je naar achter en dan gooi je weer naar voren. En dan ga je handen weer en buig je weer voorover. En je kan dan gewoon landen in je handen, dus even leunt daar. En dan glij je naar je hielen voor de aanloop en dan gooi je handen naar voren, ver weg. Als een slinger. Dan ga je helemaal omhoog. Dan laat je ze weer rollen in je schouders. Ontspan je heup ook. En dan richt je naar voren. En dat lange, die slinger, dat maakt dat je je rug beschermt tegen overbuigen, zeg maar, dat het knakt ergens. En zolang je het bereikt, is het veilig voor je rug. Dan volg je je intentiekracht en je bent binnen je comfortzone. Dus je blijft binnen je grenzen. Een grote slinger, omhoog, naar achter, rol en zink. En dan gooi je weer een grote slinger helemaal naar je voorvoeten. Terug in je hielen. En dan gooi je weer. En dan ga je om je eigen ritme.
om een of andere reden die beweging niet fijn vinden naar beneden, dan doe je de weeg in je armen en dan raak je ze gewoon bij je heup uitkomen of bij je knieën. En dan ga je naar achter en dan gooi je weer wat schaafwerk door met die lage versie. Dat is de meeste, beste training voor je hele lichaam, maar soms gaat het dus niet voor je rug of heup. Dan maak je hem korter. Dan rol je, je rolt in je schouders en je rolt in je heupen. Als je hoofd bent en achter, je krijgt een enorme rek in de voorkant. En gooi je weer en dan ga je weer. De hele of de halve versie. Denken aan die opmerking dat jij er natuurlijk niet bent voor de Qigong, maar dat Qigong er is voor jou. Het is geen wedstrijd, het is niet van het moet zus of zo, want zo wordt het, maar je doet het. Je gebruikt het voor je eigen welbevinden, voor je gezondheid en een goed gevoel van ontspanning en focus. Dus je past oefeningen aan wat je kan en hoe hoog je energieniveau is. Je merkt dat als je het regelmatig doet, dat vanzelf je grenzen geleidelijk opschuiven, dat je langer en verder kan. Je blijft altijd in je comfortzone. In tegenstelling tot wat meestal wordt gezegd over trainen, dat je er altijd maar uitgeschopt moet worden. Lange banen, als je reikt met je vingers tussen slingers, als je vingers je trekken. Cirkel van. Dus je gaat er boven je hoofd, je wordt getrokken, je kan ook op je tenen komen dan, op de bal van je voet. En dan wieg je naar achter en dan ga je hand omlaag, je kant door je lichaam. En dan weer naar je hielen. Dan ga je terug naar voren, dat gebruik je om je armen weg en omhoog te laten drijven. Lang, ontspan je schouders, open je keel, je borst. En dan kom je weer omlaag. Achter, in je hielen, voor en omhoog en lang. Ontspan je schouders. Ontspan je heupen. Zijn. Wees lang getrokken, deze neiging om je schouders op te tillen. Laat ze nog even bungelen, voel die kogelgewrichten van je schouders. En laat ze rollen. Trek dan je borstkas, geef je borstruimte voordat je heel omlaag gaat. Soms kan je de botten klakken in je schouders of in je bovenrug, helemaal prima. Tussen de rollen en pas ga je.
schouders toestaat te rollen, dan helpt dat dus ook weer om je heupen te laten rollen, want er zijn ook kogelgewrichten. Dus je bekken rolt een beetje naar achter, onderuit, dat geeft ruimte in je liesen, geeft ruimte in je buik. Allemaal geleidelijk aan, een keer een stukje. Zodat je die flow houdt en niet gaat forceren. Als je handen dalen, gaat je aandacht met je handen mee door je lichaam. Dan ontspan je in die plek waar je handen langs gaan. Nog meer. Nog een keer een beetje dieper, een beetje ruimte. Het kan een zwaar, warm gevoel geven. Het kan een teken van ontspanning. Dus je reikt hoog. Je wordt lang getrokken door die vingers en kruin. Dan daal je naar achter. Naar binnen, omlaag. Je hoofd ontspannen, kom je hersenen. Ontspan je keel en je hals. Ontspan je borstkas, je middenrif. Ontspan je buik, je heupen. Ontspan je benen. Ontspan je voeten, voel hoe je gewicht de grond inzakt. En ga je naar voren, rijken en hoog. Alsof je een stroom op gang brengt, voor je omhoog, door je lichaam weer naar beneden de grond in. Net als wanneer je in bad zit en je beweegt je handen door het water, krijg je zo'n stroom. En op een bepaald moment neemt die stroom die je zelf hebt opgewekt, neemt je mee. Je neemt je handen mee, dan hoef je nog maar een beetje te duwen om die stroom op gang te brengen. Dus je wordt meegenomen omhoog. En dan gaat hij de hoek om, omlaag, met de grond in. En dan komt hij uit de grond omhoog, langer. Kan die stroom niet ineens stoppen of ineens versnellen, het gaat allemaal geleidelijk. Dan zit het momentum in, de zwaarte van het water. Hetzelfde voelt het in je lichaam. Steeds meer delen van je lijf gaan meedoen. En alles zinkt, ontspant de grond in. En dan gaat alles naar voren. Dan gaat alles omhoog, dan gaat alles naar achter en alles omlaag en zo door. Als je omhoog gaat, dan strekken je benen zich, kom je bal van je voeten. En als je omlaag gaat, kom je in je hielen. Buig je benen, buig je heupen, dan ga je een beetje zitten. Mee met die stroom omlaag, naar voren, naar omhoog. En dan kan je dus met je, kan je kniebuigingen maken, maar dan met het gevoel dat je meegenomen wordt door de stroom. Dus als het zich ophoopt in je benen, dan weet je dat je te snel te diep gaat. Het voelt als een doorgaande stroom van water of andere vloeistof helemaal door de grond in en dan weer omhoog. Als je min of meer moeiteloos voelt dat je opgetild wordt, dan zijn je benen goed verbonden met je rug, met je bovenlichaam. Dan voelt het anders.
schouders weer, dat ze kunnen rollen. Je heupen. Deze keer niet gezegd dat je altijd hangt aan je kruin. De sensatie van getild worden aan je kruin. Dat geeft precies een goede hangbocht in je rug. In een lage of in een hoge houding. Dat je altijd voelt dat je bungelt zo aan een touw. Dan ga je weer naar beneden en dan kan die rug zich zetten, die bekken kan zich zetten. Dan kan je op een natuurlijke manier op en neer. Dat is ook een manier om niet over je grenzen te gaan. Als je niet meer bungelt, dan is er ergens opgehoopte spanning. Zoek je weer het bungelen. En dan blijkt dat die houding die je dan aan hebt net een beetje anders is dan wat ze in je bovenkamer hadden gepland. Zelfde cirkel, dan ga je niet meer door je knieën. Klein beetje misschien. Om je stroom op gang te houden. Als je handen dan weer laag zijn, ga je met één hand omhoog. Hetzelfde pad voor de lange rechtlijn, arm, flank, rug, helemaal naar je heupen. Dan kom je weer omlaag. Anders die laag gaat je omhoog. Dan kom door je centrale as, door je centerlijn terug omlaag. Dan ga je weer rijken en hoog. Als je heel hoog gaat, voel je dat die rek, dat de rijken langs je ene flank gaat en dan oversteekt in je bekken naar je andere been. Dus als rechts hoog is, kom je uiteindelijk in je linkerbeen staan. Dat rechterbeen wordt vrijgetrokken door die rek. Cirkel als een wiel, voor en omhoog, door je centerlijn laag. En elke keer als je daalt, zink je, kam je, ontspan je de grond in en van je af omhoog rijk je, maak je ruimte. Nou, dan ga je langzaam die cirkel kleiner maken. Ga je dus heel hoog en elke keer een beetje compacter. Je moet nog steeds het hele pad volgen. Van je kruin tot in je voeten, vingertopjes tot in je voeten. De cirkel wordt kleiner, tussen je schouders en je bekkenbouw. Borstkas, buik. Is wat minder prominent, het voorachter wordt vanzelf wat duidelijker. Nou, nu je op de hoogte van je buik. En dan laat je geleidelijk aan je armen weer dalen. En dan hangen ze naast je. En dan heb je eerst een zwaai. En dan kom je weer
naar de stilstand. Ontspan en zink. Stiekem drie kwartier getraind. Dankjewel.